Ik sta hier bij de stand van My Originals op de Horecava. En hier achter mij presenteren we onze heerlijke producten. Je zou My Originals ook kunnen kennen van de donuts, plaatcakes en taarten. En in deze vlog neem ik je graag mee op de stand. Kan je mij vertellen waarom we op de Horecava staan en wat My Originals nou zo bijzonder maakt? Zeker. Nu na 2 jaar kunnen we eindelijk weer op de Horecava staan. Dus het was tijd om ook weer mensen te inspireren met leuke producten. Eindelijk. Eindelijk. We hebben ervoor gekozen om My Originals echt uit te lichten dit jaar, omdat het hele kleurrijke producten zijn. Het is ook echt de bedoeling om mensen te inspireren en echt een vrolijk momentje op de beurs te bieden. Oh, wat dus, cool. Ja, dat zie ik ook erg terug. Dus goed gedaan. Hier achter mij hebben we een fotoboot staan in het Blue Monday thema. Want op maandag 16 januari is het Blue Monday, de minst leuke dag van het jaar. En om deze een beetje op te vrolijken, kun je hier een foto laten maken voor een gigantische blauwe donut. Superleuk voor je socials en ik ga er gelijk ook een paar maken. Hij is heel leuk gelukt, moet je eens kijken. Ik zie aardig wat mensen die geïnteresseerd zijn in het product. Hè? Ik ga eens aan een van deze mensen vragen wat ze van de producten en het merk vinden. Mag je kort wat vragen? Ja, tuurlijk. Wat vind jij van My Originals? Ja, ik vind het er heel vrolijk uitzien. Ik word er helemaal vrolijk van als ik het volletje bekijk. Wat leuk. En de producten, spreken ze ook aan? Ja, zeker. Ik vind vooral de kleurcombinaties leuk. De combinaties van donuts met ijs. Best wel innovatief. Ja, origineel idee ook. Ja, precies. Ja. Ah, ik ben erg benieuwd, wat vind je van de producten en het merk My Originals? Nou, ik vind het echt fantastisch. Ik heb het hier voor het eerst gezien vandaag en ik ben echt heel positief verrast. Gewoon. Het ziet er gewoon mooi uit. Mooie glans zit er overheen. En het ziet er gewoon echt om in te bijten, zeg maar gewoon. Heerlijk om te horen. Ja. Heb je zelf toevallig een café of een horeca? Ja, we hebben een Aloha Café. Het is een café-restaurant, burgerrestaurant en cocktailbar, zeg maar. Ja. Zou je de producten graag in je eigen café ook willen hebben? Daar gaan we zeker overwegen, ja. We gaan een proefpakketje aanvragen en we gaan het eens kijken of het op onze menukaart past. Oeh, wat leuk om te horen. Ja. Nou, hopelijk heeft deze vlog jouw Blue Monday wat beter gemaakt. En plaats ook vooral jouw hashtag Blue Monday foto op Instagram en tag ons erin. En zie je nou ook kansen voor de producten van My Originals bij jou in de zaak? Klik dan op de allereerste link onder deze video. Hoi!